Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Zoals je kan zien ben ik niet thuis, maar ik ben met Richie. Wij zijn namelijk op Schiphol. Wij gaan samen naar Bali. Dit zal onze eerste echte vakantie samen zijn. We hebben wel eens tripjes gehad van in Nederland of naar België. Maar dit is onze eerste echte zomervakantie. Het is avond, het is 7 uur geweest en we vliegen om 9 uur 's avonds. Het is de eerste keer dat ik zo laat vlieg. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat ik gelijk kan slapen in het vliegtuig. Dat zal wel heel erg fijn zijn. Heb je er zin in? Zeker. We zitten bij onze gate. Dit is het vliegtuig waar we mee gaan vliegen. Ik ben wel heel erg enthousiast. Voorheen ging ik altijd om het jaar naar Indonesië. En vorig jaar was ik met mijn moeder erheen geweest. En het is gewoon zo gek. Ik wist dat de dag zou komen dat ik alleen zonder ouders naar mijn geboorteland zou gaan. Maar ik wist niet dat het... ik ben ook niet heel jong, maar ik ben ook niet heel oud. Dus ik zou niet zeggen, ik had nooit verwacht, nooit voorspeld dat ik al op mijn 20ste met mijn liefde naar Indonesië zou gaan. Nou, we gaan niet zeg maar back to waar ik echt ben opgegroeid, maar wel een deel van het land. Bali! Het is onze eerste ochtend hier op Bali. We zijn gisteravond laat hier aangekomen. Rond een uur of 10 waren we in het hotel. Toen kregen we nog een hele lekkere sandwich. Echt, de mensen hier zijn super lief. Iedereen zegt dat over Indonesië. Kan ik het ook over mezelf zeggen? Nee, oké. Maar die mensen hier op Bali zijn echt super lief. Maar het lijkt me wel leuk om een kleine roomtour te geven. Het is al een beetje aan de messy kant. Want ja, normaal gesproken wil ik een roomtour geven als we net de kamer in zijn. Maar gisteravond was ik zo gesloopt dat ik dat even heb uitgesteld. Oké. Wij hebben hier een soort van balkonnetje waar we kunnen zitten. En dit is onze deur. En dit is dan de kamer. Hier hebben we het bed. Dit is mijn kant. Dit is de kant van Richie. Daar hebben we Richie. Een beetje tegenlicht. Oké. Nou, negeer alsjeblieft de troep. Dit is een soort van bureautje. En we hebben hier wat fruit. Ik had al 2 banaantjes gegeten. Een tv. Heel nice. Water, koffie, thee. Hier hebben we nog een minibar. Nou ja, een koelkastje. Met onze eigen M&M's. Nee, en ja, hier moeten we natuurlijk wel voor betalen. Maar als dat het geval is, maakt het ook niet zoveel uit. Dit willen we wel gaan proberen. Ik heb nog nooit Bintang bier gehad. Het is een, ja, eigenlijk een Heinekenmerk. Als je het opzoekt, vind je allemaal informatie. Doet er allemaal eventjes niet toe, maar... We hebben hier... Oh, we hebben hier een binnendouche. Het is een beetje donker nu, maar... Oh ja, hier. Binnendouche. Wasbak. Hier. Spiegel voor make-up. Alles al een beetje uitgestald. Dan hebben we hier al onze spullen. Dat moet ook natuurlijk kwijt. We hebben het een heel klein beetje uitgestald in de kasten. Niet helemaal... Maar we moeten nog even alles een plekje geven. Ik heb snel vandaag deze outfit aangetrokken. Maar misschien ga ik wat anders aandoen. Hier hebben we ook nog een kast. En dan dit. We hebben een bad. Maar dat niet alleen. Er is ook een buitendouche. Oh, knopje. Dit is de buitendouche. Ik kan hem ook wel even aandoen. Oh, doe jij maar aan. Het water komt uit die vrouw. Klinkt een beetje gek. Oh. Hij spat het wel lekker. Ja. Doe maar. Zo. Moet helemaal nat. Mijn voet, ik ben zelf hier nat. Maar heel nice. Hoe blij ben je om hier te zijn? Heel blij. Tijdens deze vakantie probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk Indonesisch te spreken. Maar ja, de mensen verwachten hier niet dat ik dat kan. Dus het wordt standaard Engels. En soms probeer ik wel wat Indonesisch te... Soms probeer ik het wel, maar dan gaat het een beetje fout. Het is ook wel moeilijk, maar ik merk wel dat ze me het waarderen. En Richie probeert ook een beetje mee te doen met de standaard dingen. Zoals selamat pagi en terima kasih. Dus dat is goedemorgen en bedankt. Dat is wel leuk. Oké, maar de planning voor vandaag hebben we eigenlijk niet. We gaan gewoon een beetje relaxen. Een beetje
je even wennen aan alles. En dan gaan we gewoon op ons gemakje vakantie vieren. We hebben wel dingetjes op de planning staan wat we willen doen. Maar het is niet zo dat we echt van alles gaan bekijken. Het is voornamelijk een chill vakantie. Een beetje hier naar kijken. Gewoon voornamelijk genieten. We zijn nu in een supermarkt. Want we gaan boodschapjes doen. We hebben al drinken. Maar we kunnen er niet uitkomen welk flesje we gaan nemen. Welke grootte. Oh ja, trouwens. Dit nam ik vroeger altijd in Indo. Maar hoeveel nemen we er? En welke? Aqua. Ja, ik wil nemen sowieso Aqua. Maar die is de mini, dat vind ik te weinig. Ja. Of die van 4. Dit is ook 4. Ik heb het. 7. Zullen we iets van 7? Hoeveel flesjes van 7? 4? Ja, kan. Oké, doen we dat. Bloedje heet. Wat was dat, een avontuur om eventjes naar de winkel te gaan? Zeg, langs een grote weg naar oversteken. Nou, ik ben wel wat gewend, maar ik vond het wel toch een beetje eng. Maar we hebben allemaal snacks gehaald. Want gisteren kwamen we ter sprake op het idee, jij voornamelijk, om een video te gaan opnemen waarin Richie Indonesische snacks proeft. En natuurlijk ben ik wel wat bekend met Indonesische snacks. Niet alles heb ik gegeten. Ik heb vorig jaar ook in mijn vlog een proefvideo gedaan. Maar ik heb nu voornamelijk dingen uitgekozen die ik vroeger / nu nog steeds heel erg lekker vind. En dan ga ik Richie zeg maar laten bepalen of hij het met me eens is of niet. Dus mocht je benieuwd zijn naar dit allemaal, kijk dan die video. Het wordt tijd om te gaan lunchen. Ik heb al met drinken, ik heb een papaya sapje. En waar ik heel erg enthousiast over ben, is dat ik een rietje heb van bamboe. Hij is echt, ja, volgens mij 100% van bamboe gemaakt. Super chill. Dus hier zijn ze goed bezig met duurzaamheid. Je hebt een Sprite. Ja, dit is wel echt een nadeel. Je bent een en al donker nu vanwege tegenlicht. Het eten is gearriveerd. Ik heb een sandwich met een kippie erop. Het ziet er goed uit. En frietjes. Je hebt ook frietjes. Ja. Nice. Ik heb net buitenfoto's gemaakt hier. Bij de buitendouche. En we gaan zo op mij. Ik in ieder geval ga even in bad. Dan denk je waarschijnlijk, je bent in een tropisch land. Je kan net zo goed het zwembad in. Maar ja, ik wil ook gewoon eventjes van dit bad genieten. En we zijn dan morgen van plan om bij het zwembad te gaan chillen. Richie's eerste keer een salamander spotten. Hey, ja, mooi. Dit is een Balinese salamander. Oh, je bent filmen. Ja. Volgens mij was een staart een laatste al, hij is nu heel licht. Dat is een salamander. Of op zijn Indonesisch een cicak. Selamat pagi, oftewel een hele goede morgen. Het is op dit moment bijna 8:30 en we zitten al bij het zwembad. We hebben net ontbijt besteld, wat straks op een drijvend dienblad als het ware hier wordt gebracht. Ik moest wel extra voor betalen, maar dat vind ik helemaal niet erg. Want het is één, heel mooi, heel fijn. Daar ergens zijn mensen ook al in het water aan het ontbijten, dus dat is echt heel vet. En ten tweede, het is super tof voor foto's. Dus dat gaan we natuurlijk ook doen. Het is wel heel chill om zo de ochtend te beginnen. Je hoort het geluid van het water. Nou mensen, daar is haar lang verwachte floating breakfast. Ze kijkt heel blij. Tuurlijk. We lopen nu door de stad Sanur en ik heb net al wat geshopt. Wat souvenirs, maar ook wat dingen voor mezelf. En we gaan gewoon een beetje rondlopen en kijken wat we allemaal tegenkomen. Het is als het goed is gewoon één lange straat met winkels lekker aan een weg. Dus we zien allemaal wel wat we allemaal hier gaan beleven. Het wordt tijd om te gaan lunchen. We zitten bij een plekje dat heet Three Monkeys. En ik heb saté, kipsaté met lontong. En dit is rijst, maar dan in een gek vormpje. En dit zit aan de pizza. Ziet er ook heel erg goed uit. Lekker, ja, basic eigenlijk. Het is wel een leuk plekje. Zoals gewoonlijk wil ik eventjes naar een Starbucks. En
Het is zo ontzettend druk hier. Maar hier hebben ze drankjes die ze niet in Nederland hebben. Misschien dat ik iets van dit ga nemen. Misschien niet. Maar weet je wat ik hier erg leuk aan vind? Is dat voor de Starbucks een hele grote Starbucks zeg maar, sign hebben. Maar oké, we gaan naar binnen. Wij hebben allebei dezelfde Starbucks. Want ik wilde per se iets anders. En ik had geen zin in die andere. Maar we hebben dark caramel koffie frappuccino. Het ziet er heel interessant uit. En ze hadden een berichtje achtergelaten. Sabrina, you speak very good Bahasa. Dus de, ja, Indonesisch. Dat vind ik heel schattig. En? Oh, lekker. Net als zonder die bolletjes. Het wordt een beetje als een karmel frappuccino. Ik moet een beetje denken aan bubble tea door die bolletjes. Volgens mij zit er koffie in die bolletjes. Die grote bolletjes. Nee. Ja. Ik heb geen spijt dat ik dit heb genomen. Dus ik ben bang dat ik het niet lekker zou vinden. Het is best wel lekker. We stonden in de rij en toen zag Richie dit bekertje. En dit is een herbruikbare beker voor zeg maar de koude dranken. En dit hebben we nog niet in ieder geval in Nederland. Ik heb al de normale herbruikbare koffiebeker. En ja, dit was echt een hele erge impuls aankoop. Ik kon het niet laten. Dit past al wel leuk bij mijn verzameling. Ik weet niet of ze in Nederland dit ook accepteren als het ware. Maar dat zien we vanzelf wel. Maar deze kosten 75.000 rupia. Even een kleine shoplog wat ik vandaag heb weten te scoren. Ik heb maar liefst 2 mandjes gehaald. Eentje voor mij en eentje voor Rebecca. Want Rebecca vroeg mij of ik wat leuks voor haar kon halen. En dan had ik ook nog een onderzetter. En deze was 30.000 rupia. En dan heb ik een souveniertje, of nou ja, 2 kleine souveniertjes voor Chanou gekocht. Want die is helemaal into Hello Kitty. Dus ik zag dit. Het is een soort van ventilator dat je dan zo kan gebruiken. Ik vond het wel heel erg schattig. Het is heel erg random. Maar ik had al een foto gestuurd naar haar. Dus ze is er allemaal blij mee. En een heel schattig kaartje gewoon voor erbij. Omdat het... Ik heb echt een mega grote angst voor die drone. Als je denkt dat het hier ook rustig is. Het is een chicken wrap en je hebt een chicken sandwich.